Dit programma wordt u aangeboden door Mediamarkt Groningen. Herenstraat helemaal 555, 3 keer 5. Is toch een hele spannende Herenstraat helemaal, want ik loop hem namelijk met Henk Cuperus, cameraman Henk Cuperus. Mijn steun en toeverlaat op de bakfiets met toch, ik denk Henk, een ruime 400 afleveringen. Ik denk het ook wel, ja. Die heb jij wel gefilmd. Ja. Vanaf ongeveer 1992 ben jij, ik denk... meer dan 400 keer in die bakfiets geklauterd. Ja, en er soms ook half uitgedonderd. Ja, ja, dat is een mooie anekdote om mee te beginnen trouwens. Ja. Jij hebt ooit de Herenstraat helemaal gefilmd. Herinner ik mij dat jij er bij het hoogstraatje uitflikkerde, om het eens in goed Groningse zeggen. En dat jij toch bleef doorfilmen. Klopt, klopt. De Herenstraat kreeg toen die nieuwe gele steentjes. Ja. En er was een gedeelte, was nog open. Dus er was een kuil en er kwam een wiel van die bakfiets in. Ik viel half uit die bakfiets, met mijn linkerbeen kwam ik op straat terecht. Ja. Camera zo op de schouder, helemaal scheef. En doorfilmen. En met veel moeite weer in die bakfiets zo. Ja. En toen zijn we verder gegaan. Denk jij dat allemaal de kijker, uitgezonden. Ja, en de kijker heeft er amper iets van gemerkt, Hendrik. Ja, het was gewoon, het gesprek ging door, hè. We gaan even naar de crew van vandaag. Dat is natuurlijk niet onbelangrijk. Jan-Jacob de Vries, Jacob-Jan de Vries, die filmt, hè? Die doet dat... in tegenstelling tot jou zittend, ja. Je hebt altijd staand gedaan. Klopt. En Jacob-Jan doet het zittend. En wat ook heel mooi is en wat ik zeer apprecieer is dat de duur van deze hele speciale aflevering is niemand minder dan de directeur van Oog, Evert Jansen. Precies. Een veelzijdig man hoor die even. Hij kan alles. Maar dat doet hij voor jou hoor, hè? Ja, ik weet het. Ja. Hey, waarom heb jij er eigenlijk zo lang over nagedacht voordat je zei van ik doe het. Ik wil een keer gast zijn. Nou, ik dacht dat ik eigenlijk niks te melden had. Nee? Nee. Echt niet? Ja. Dan moet ik kijken toch even mee dat jij vlak voordat wij vertrokken, dat jij mij een briefje in de hand gaf. Ja. Waarin onder andere wat anekdoten staan en ook wat van jouw belevenissen bij een andere omroep. Als wij eens bij Drenthe beginnen, ja. RTV Drenthe, daar heb je eigenlijk weinig over te melden, denk ik. Ja, dat klopt. Het hoogtepunt was wel de nieuwe spruitjesoogt in Nieuwbuinen of zoiets. Klazinaveen. Klazinaveen is ook zo. Toch? Ja, is ook zo. Klazinaveen. Ja. Nieuwe spruitjes. Hup jongens, plankgas erop af. Dat was hem ongeveer. Dat was hem ongeveer. Dat is ongeveer, zeg maar, dat zijn ongeveer dat jouw memories aan Drenthe. Ja. Ja. Ze hebben natuurlijk wel de TT-week, maar dat mag Drenthe zelf, denk ik, nauwelijks filmen. Misschien kan Jan-Jacob dit even filmen, of Jacob-Jan. Zou wel heel mooi zijn als jij het doet, want ik doe het nooit. Maar ter ere van Henk Cuperus, mijn steun en toeverlaat in Herenstraat helemaal, draag ik vandaag een stropdas. Ja, ongelooflijk, Piet. Ja. Deftig, hoor. Ik heb het gedaan, Henk. Ja. Van Drenthe gaan we naar Friesland, een kleine stap. Friesland heb je wat meer beleefd. Dat klopt. Daar filmde ik op een goede dag. Ja. En met allemaal geverfde nagels, allemaal kleurtjes. Geverfde, Ja, had mijn opperskinderen gedaan. Allemaal kleurtjes, rood, groen, blauw, paars, goud. En ik was die dag met drie redacteuren op stap geweest. En die hadden allemaal niks van mijn nagels gezegd. Helemaal niks. Nees. Maar eenmaal terug zijnde bij Friesland, werd ik staande gehouden door... de opperfriezin die daar de baas speelde. Ja, ja. En die zei, ik heb gehoord dat jij geverfde nagels hebt. Ik denk, wat is dat nou? Is achter mijn rug om, is er over mij gekletst. Ja. Ik zei, ja kijk, mooi hè, heb mijn opperskindertjes gedaan. Oh, zei ze, dat is de volgende keer wel weg hè. Ik zei, nou dat weet ik nog niet hoor, maar ik moet nou naar de trein, dus doei. Ja. Dus ik was weg. Volgende dag werd ik gebeld, de samenwerking werd onmiddellijk opgeheven. Echt waar? Ja. En wat was de reden dan? Er was, zeiden ze, de gestaag dalende kwaliteit van mijn werk. Terwijl een week eerder
een week eerder was een stagiaire van Friesland. Die was bij de NOS aangenomen, mede op grond van een reportage die ik voor hem gefilmd had. Met mijn gestaagdalen. Ja. Heel bijzonder. Storm de hond te slaan, hè? Ja, belachelijk dat. Natuurlijk. Terwijl je geweldig werk had afgeleverd. Niemand had iets te zeggen. Nee, inderdaad. En de nagels waren eigenlijk de natuurlijk, ja. Ja, niet te goed. Wat is er van waar trouwens, om even bij Friesland te blijven, wat is er van waar dat jij ooit dus in de nacht terug bent gefietst op zo'n vouwfiets? Ja, dat klopt. Maar ik was toen in Leeuwarden en ik reed altijd met een vouwfietsje van station. Naar het station. Ja. Maar de laatste trein was al gegaan. Dus ik denk van, ja, ik kan hier onder hun bureau gaan liggen slapen. Maar ik fiets gewoon lekker terug. Ja. Dus toen ben ik op een vouwfietsje, 55 kilometer, in het holst van de nacht, teruggefietst naar Groningen. Ja. Ah, dat ging best. Ja, hè? En toen ik hier was, ben ik met een ijskoude beugel bier onder de douche gaan staan. Ja. Nou, dat was heerlijk bier, hoor. Geweldig. Hé, hey Henk, ik kom er natuurlijk niet aan, maar we zijn er weer bijna bij het Hoogstraatje. Hè? Ik heb gezegd ruim 400 keer mijn camera man geweest in Herenstraat helemaal. Hè? Hoe heb jij dat altijd ervaren, Herenstraat helemaal? Nou, onderling maken we wel eens een grap. Horrorstraat. Ja. Jongens, we doen vanavond weer Horrorstraat. Ja. Nee, ik vond het altijd heel gezellig. Altijd weer een andere gast. Ja. En natuurlijk elke week vaste prik die halfgaren van Dijken. Ja. Altijd lachen dus, hè. Maar ben je wel eens dat je dacht, ik heb er vandaag geen ene moe zin in? Oh jawel, dat komt ook voor. Komt voor, ja, natuurlijk. Eigenlijk als ik terugdenk aan al die jaren, vanaf 1992, we hebben 10 jaar stilgelegd. Toen zijn we weer begonnen naar 250 afleveringen. Ja. 40 per jaar maken we ongeveer. Maar ik herinner me dat we gewoon één keer, als een keer het niet gedaan hebben vanwege de weersomstandigheden. Hè? Is het zo? Dat denk ik, want toen is er een cameraman geweest, die is achteruit gelopen, Joris van Tweel was daar. Oh, ja. Toen dacht je van, dit wordt mij te link. Nee, dat was iets anders. Ik weet het niet, maar Joris heeft dat gedaan. Ja. Ja, er was geen bakfiets beschikbaar, dat ook niet. Oh. En hij moest dus schouderen, zoals het heet. Ja, schouderen. Hij moest achteruit. Ja, en dat is niet jouw ding. Nee. Hè? Maar verder ben je altijd, maar dan ook echt altijd aanwezig geweest. Mooi is het trouwens dat jij dit altijd hebt gezegd. Wat ik mij nog herinner, die heb jij ook op nummer 2 staan. Dat wij eens een keer naar een amateurvoetbalwedstrijd zijn geweest. He, die filmde jij dan. Menno was meestal geluidsman, Menno Knevel. Ja. En ik sprak daar live in. Herinner ik me nog. Ik denk, nou, ik spreek het maar live in. Als er niks aan is, heb ik in ieder geval wat te doen. En toen heb jij ooit eens 3 doelpunten gemist. Klopt. We hadden toen nog een videosysteem, U-Matic heette dat. Banden van 20 minuten. Ja, en de accu ging een half uurtje mee. Ja. En dus je stond heel, tijdens een wedstrijd heel vaak een accu of een band te wisselen. Ja. En steeds als ik wisselde, werd er een doelpunt gemaakt. Dus tijdens het wisselen van de band werd er gescoord. Ja, 3 keer. 3 keer. Alles gemist. Ik herinner me nog dat ik daarmee bij Dominique van Vreden, die was toen helaas overleden. Dominique van Vreden was toen directeur. En ik herinner me nog dat wij bij de 4e goal een shot, of een draai maakten naar de trainer. Ja. En op dat moment werd er ook gescoord. En toen zei Dominique van Vreden, sprak de onvergetelijke woord, nou zenden we het niet uit. Mooi was dat, hè? Al zouden we nog kunnen zeggen van, nou maar luister, vanwege het technische probleem hebben we 3 doelpunten gemist. Ja. Ja, daar scoor je niet mee om mooi tijd. Stijl te blijven. Ja. Hey, jij bent altijd in je hart en nog steeds, jij bent een man van oog. Hè? Ja. Kun je dat gevoel eens beschrijven? Nou, het leuke van oog is de losse sfeer, de gezelligheid, allemaal hele leuke collega's. Het is gewoon prima. Ja. Informeel, alles kan en mag, binnen bepaalde grenzen natuurlijk. Maar tot aan de dag van vandaag. Ondanks dat je eigenlijk niet meer hoeft te werken, blijf jij het filmen. Jij blijft werken. Klopt. Ik heb gewoon geen zin om niks te doen en zeker niet om het camerawerk op te geven. Want het is zo leuk en afwisselend. Je komt overal. Ik heb al op een ijsbreker gezeten. 'S morgens om 6 uur. Ja, je hebt alles meegemaakt. Ik heb in een Tesla gereden. Op een Bren Carrier uit de Tweede Wereldoorlog. Dat is een soort panzervoertuig meegereden. Mooi is dat, hè? Dat is geweldig. Ja, ik herinner me. In een helikopter zelfs. Heb je ook ingezeten? Ja, de trauma. Allemaal voor ogen gefilmd. Ja, man. Hey, ja. Wat ik mij nog herinner, 2 dingen, hè. Misschien hoe snel het gaat. Ik herinner me nog dat jij Wim Kok voor de camera hebt gehad. Ja. Toch? Ja, klopt. Ja.
Hey, dan moet je hem ook eens uitdenken. Maar dat is ook heel bijzonder. Ik heb gezegd, jij hebt zoveel van die 555 gefilmd. 400 dus. Jij hebt altijd die borden in beeld gehad op het eind. Borden? Die borden, Henk, draai eens om. Geen naam noemen, maar altijd die borden. Oh ja, ja, ja. Dat is structureel de beste sluikreclame die er bestaat. Maar als cameraman dan kom je er niet aan, hè? Je kunt niet anders. Nee, je kunt niet anders. Ron Jans moet je nog even doen, wat je bedacht had bij Ron Jans. Oh ja. Nou, die filmde ik een keer in de stadion van de FC. Ja. En met die witte stoeltjes hebben ze de naam FC Groningen daar in de tribune. Ja, ja. Die heb ik zo gefilmd dat die RON van Groningen, dat hij precies zo bij zijn schouder stond. Er stond de Ron naast zijn hoofd. Dus die Ron die werd geïnterviewd en naast zijn hoofd stond zijn naam. Ron, ja. En dat was een fonds van jou. Ja, leuk hè? Ja. Hey, als jij terugkijkt, Henk, hè? Je zit een beetje in de Lappenmand nu. Je komt er weer aan, hè? Hoop als ik toch wel. Ja. Als het goed is, toch wel. Hè? Ja. Je hebt al uitgelegd wat het ooggevoel is. Maar reportages heb je natuurlijk ook goed gemaakt. Maar wat is dan als je tot slot het camerawerk wilt omschrijven? Hè? Wat is daar dan zo bijzonder aan? Dat is als je het goed wilt doen, heel creatief. Ja. Leuke plaatjes maken, mooie plaatjes. Ja. Ja, dat is het bijzondere ervan. Ja. Ik vraag aan andere cameramen, ze zeggen allemaal hetzelfde. Mooie plaatjes maken, dat is het leukste wat er is. Ik moet ook nog even zeggen, er was ook een hele mooie herinnering, ik weet het nog wel, dat jij eens een keer met een cameraman in het Stadspark van de tafel af donderde. Herinner je dat nog wel? Bart Veldkamp en Annemarie Thomas. Oeh. Annemarie Thomas die schaatsen hier in Groningen en Bart Veldkamp die schaatsen ergens in een ander land. En toen wilden wij dat eigenlijk, zeg maar, dat zij naar haar vriend zat te kijken. Ja. Maar dat was zo'n onderneming. Jij stond op die tafel met die betacam. Ja. En opeens was het vloep. Oh. Hendrik weg. Herinner jij dat niet meer? Herinner ik mij nog wel. Zoveel anekdotes. Evert Jans was geweldig dat idee, hè? Onze directeur. En Jacob-Jan de Vries. Goeie vervanger, toch? Ja, hun gewicht. Dit is toch een wereldcrew, zoals het zo mooi heet. Ja. Hé, ik laat jou kiezen naar twee namen. Daar moet je uit kiezen. Van twee mannen die nog nooit Herenstraat helemaal gelopen hebben. Maar als jij straks weer fit bent, moet jij ze eigenlijk voor de camera hebben. Vanaf de bakfiets. En dan moet jij kiezen wie jij het liefst hebt. Ja. Hey, ik vond het geweldig dat hij het gedaan heeft. Kijk in de camera en kies uit de Nobelprijswinnaar Ben Veerdega of de bondscoach Ronald Koeman. Ik heb zelf Ben Veerdega al bij jou aangedragen. Ja, ja, ja. Dus daar kies ik weer daar voor. Daar kies jij voor. Ja. Jij kiest voor de Nobelprijswinnaar Ben Veerdega. Ja. Henk Uperus, jij die kant op. Henk, jongens, ja. Dit was toch geweldig dat hij het heeft gedaan, dat hij ja heeft gezegd. En dat ik hem eindelijk heb mogen interviewen voor het enige echte item bij Oog Televisie. Herenstraat helemaal.